Dit is Gelderland Helpt. Straks mobiele kinderboerderij Donkey Pronky. Maar nu eerst handen in één voor Gambia. Meer dan 20 jaar geleden hebben Herbert en Hendrik deze stichting opgericht. Uitbreiden van de medische post. Iedere keer weer, want iedere keer komen meer vrouwen. Ja. Vandaag. Oh ja, dit is een mooie foto daarvan. Inmiddels is er in het dorpje Latria een school voor 1500 kinderen gerealiseerd. En een medische post met personeel. En de vrouwen maken altijd muziek en dan moeten we dansen. Sorry, waarom, en dan lachen ze zich kapot omdat we toch niet dansen kunnen zoals hun. Gambia zijn we gekomen in last minute. Dat was 24 jaar, 25 jaar geleden. Toen dachten we, mijn god, waar zijn we geland? Want er was niets. Maar de volgende dag met zonneschijn en leuke mensen. En dat is wat ons aan Gambia het meeste trok en trekt. Dat is de vriendelijkheid van de mensen daar. Dus leuk, Henk. En toen dachten we, moeten we iets doen? Ja. En door iets te doen, ja, hoe doen we dat? Familie, vrienden, kennissen, alles aangeschreven. Als jullie een tientje, gulden toen nog, of mark uit Duitsland, geven, maak mijn school. Heel naïef natuurlijk gedacht. En zo zijn we ook begonnen. Heel naïef. Doordat er heel veel kinderen stierven, zijn we begonnen met een medische post. Daarna werd dat ook snel te klein, dus er werd steeds bijgebouwd. Nu is het ziekenhuis zover dat wij 16 bedden hebben. We hebben een laborant en we hebben een apotheker in dienst. Let us please photos from the women. Let us see the pictures. How is there? The women are there. And the children. Wat we doen kunnen, doen we. Maar ja, sommige dingen moeten in een hospitaal, in een ziekenhuis met een operatiekamer gebeuren. De oplossing zou kunnen zijn dat we een auto kunnen krijgen, een wat grotere, waar dus minstens een liggend patiënt in vervoerd kan worden. Ja, het ligt ons heel, heel, heel erg aan het hart. En een ambulance helpt ons daar heel erg bij om dat te voorkomen waarvoor wij die al die jaren strijden dat mensen onnodig doodgaan. Wij zijn daar thuis. Wij zijn daar thuis. Wij zijn familie van hen. Het zijn kinderen van ons geworden. You are now on the TV. Kunt u de familie van Henk en Hendrik helpen met een auto waar een persoon liggend in vervoerd kan worden? Gelderlandhelpt.nl.